Ontdek tal van topmerken, zowel voor hem als haar, bij het vernieuwde Maddy's Mode. Makkelijk bereikbaar en met een ruime parking. Lisa de Lanceren, u bent coördinator van het vrijwilligersloket. Die vrijwilligers, waarvoor worden die allemaal ingezet? Dat zijn heel uiteenlopende taken. Dat gaat van chauffeurs voor onze minder mobiele centrale, tot mensen die helpen in de spelotheek en het ruilhuis. Maar ook mensen die in een taalgroep zitten, Babylonië bijvoorbeeld, om anderstaligen de Nederlandse taal aan te leren of daarbij te ondersteunen. Mensen die ouderen opbellen om een nodenbevraging te doen, om te luisteren of dat alles goed gaat thuis. En bijvoorbeeld ook vertalers of tolken op onze sociale dienst bij hulpverleningsgesprekken. Dus het gamma is heel breed. Het is heel breed. Vraagt u zekere competenties om vrijwilliger te zijn of hoe zit dat? Voor sommige taken is dat inderdaad maar nodig, maar dat is heel, vaak heel minimaal. Het engagement en de inzet en de passie voor het vak zijn voor ons veel belangrijker dan vaardigheden of competenties algemeen. Wilfried Soufrio, u bent een van de vrijwilligers die in de Plomblom als vrijwilliger werkt. Wat houdt dat juist in? In de Plomblom ben ik als vrijwilliger als verantwoordelijk voor het scannen van de etiketten. Verantwoordelijk in de vestiaire en zo en dan die na de voorstelling zien dat de zaal volledig proper is en geen stukken worden achtergehaald. Nee. Dus als vrijwilliger kan je ook al die voorstellingen gratis bijwonen? Ik kunnen ze gratis bijwonen, dat is het enigste voordeel. En leert u dan ook nieuwe mensen kennen? Oh, heel veel, want ik zie hier in de zaal rond en hier, 60-70% van die mensen ken ik. En dat is het plezantste daarvan. Met mensen kunnen in contact komen, dat is het plezantste. André de Kerpel, u hebt u samen met een collega een stand, Duo for Jobs. Wat houdt dat in? Duo for a Job is eigenlijk een organisatie die twee doelstellingen heeft. Enerzijds zijn er jonge migranten in België, erkende vluchtelingen, die moeilijk een job vinden. En anderzijds zijn er mensen zoals ik, die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn en geen zin hebben om thuis achter de bloemen te gaan zitten en te kijken wie dat er passeert in de straat. En dus ik wil bijvoorbeeld zelf als mentor bijdragen aan, ik wil mensen helpen. En het principe is, brengen die twee mensen samen gedurende 6 maanden. Als mentor krijg je een opleiding en de bedoeling is samen een project uit te werken waarbij de persoon een job vindt of een opleiding of zo. Moeten die mentors bepaalde competenties hebben? Wat verwacht u van de mentor aan zich? Eigenlijk zou ik zeggen, als je met mensen kan omgaan, dat is uw competentie als mentor. En je mag daarnaast nog allerlei dingen kennen en opleidingen hebben en diploma's. Maar het belangrijkste is, je moet met mensen kunnen omgaan. Stel dat wij door de reportage mensen wakker maken om vrijwilliger te worden. Hoe kunnen ze zich kandidaat stellen? Ze kunnen daarvoor bellen of via mail contact opnemen. Op onze website van het Sociaal Huis staat ook een vacaturebank. Dus daar staat eigenlijk het volledige aanbod van alle vrijwilligersplekken waar dat ze thuis zelf een kijkje kunnen innemen. En als ze interesse hebben, staat daar ook altijd een contactpersoon bij. Welk soort vrijwilligers zijn het meest gevraagd? Waar zijn er probleemvacatures? In ons woonzorgcentrum zijn er vaak tekorten aan vrijwilligers, maar ook bij ons huis van het kind. Dus mensen die met kinderen en jongeren en ouderen willen werken, daar zijn we wel meestal naar op zoek. En ook aan jeugd, mensen uit de jeugd, willen we toch ook wel nog meer engageren om in te stappen in het vrijwilligerswerk, omdat we merken dat we die moeilijker bereiken vandaag. Is dat een erkend statuut? Worden de mensen bezoldigd daarvoor? In principe mogen vrijwilligers niet bezoldigd worden, maar zij kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen. Dus het is niet de bedoeling dat ze kosten maken voor hun vrijwilligerswerk. Maar ze doen het in principe onbezoldigd. Maar ze zijn wel altijd verzekerd. Dus dat is wel het minimale engagement dat een organisatie moet nemen. Voor mij hoeft dat niet, want ik heb altijd gezegd, en dat is, ik ben ook vrijwilliger in de cultuurdienst. En ik heb altijd gezegd, als vrijwilliger doe je dat. Omdat je dat graag doet, niet omdat daar een compensatie aan vast zit. In de stad krijgen we €30 bij een probleem de voorstelling. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft, als vrijwilliger moet je dat doen uit
Dat moet uit je hart komen. Hoeveel mensen zijn er vrijwillig momenteel actief? We hebben een 150-tal actieve vrijwilligers die zich ofwel wekelijks ofwel minstens maandelijks inzetten. Maar daarnaast zijn er ook heel wat vrijwilligers die eenmalig worden ingeschakeld, die hier vandaag ook aanwezig zijn. En voor ons telt elk engagement, of dat het nu voor eenmalig is of langdurig, dat is voor ons gelijkwaardig. Wanna go loco? Go Festiloco! Met Sherry Moontracks, Bonsai All-Stars, Jan Vervloed, Mike Posh, DJ Furax, Greg Ass, DJ Jan en nog veel meer. Festiloco!